Ja, het is natuurlijk een fantastische dag hier met onze klanten. Zijn we samen aan het bomen planten. En dat doen we eigenlijk omdat onze elektriciteit kunnen we heel goed duurzaam opwekken. En gas nog niet helemaal. Dus daarom planten we samen bomen om de CO2 daarvan te kunnen compenseren. Ja, groen is gewoon een van de kernkwaliteiten van de gemeente Doetinchem. Dus we willen dat ieder kind een boom geplant heeft tijdens de lagere schoolperiode. En ja, dit soort projecten samen met Buurmaak Natuur brengt het groen nog dichterbij. En we zijn dolblij dat Engie dit jaar daar 10.000 vierkante meter voor ons helpt inrichten met 6.500 bomen die in de streek thuis horen. Super! Het wordt een heel aantrekkelijk gebied. Je kunt er straks wandelen, er komen planten en dieren bij. En het is echt een plus in deze streek. Als ambassadeur voor Trees for All ben ik hier om samen met de mensen bomen te planten. Dat is natuurlijk super belangrijk. Er worden heel veel bomen gehakt in de wereld. We zijn hier met z'n allen en we doen iets goeds en daar gaat het om. Ik hoop dat Engie dit mag voortzetten nog heel veel jaren lang. En dat dit een goed gevolg mag krijgen bij andere maatschappijen die zeggen hey, we willen niet alleen maar geld verdienen aan jullie, maar we willen jullie ook wat teruggeven. Nou, vandaag is echt een hele mooie eerste stap. Deze mensen die hier nu zijn, die zijn al helemaal over op duurzame energie. Maar we gaan natuurlijk altijd verder en gaan proberen om zonnepanelen, warmtepompen, elektrisch vervoer, alles wat je in en om je huis kunt doen. Dat is de volgende stap waar we onze klanten verder mee willen helpen. Ik vond het heel erg leuk.